Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Coffee at Work. Een intens detachering en dienstverlening. Welkom bij de laatste NEC-update van dit jaar. Tijd om altijd eventjes een beetje terug te blikken natuurlijk. Het afgelopen jaar heb ik heel wat interviews samen met Nick gedaan, met Rogier Meijer. De leukste fragmentjes die hebben we even achter elkaar gezet en die zie je in de laatste NEC-update van dit jaar. Rogier, heb je een beetje kunnen slapen na gisteravond? Ja, moeizaam, kort nachtje geweest. En, niks aan gelogen, hè? Nee, helemaal niks. Nee. Het was geen topnacht, nee. Ja, dan kunnen we morgen een stukje geschiedenis schrijven, zou ik maar zeggen. Iedereen lekker op tijd, dus nou naar huis? Ja, Eunice kwam eraan, dus we hebben maar besloten om hem iets naar voren te halen, zodat iedereen rustig naar huis kan en geen last heeft van verkeer en of de wind zelf. Dus. En over die vierde tegengoal maakte jij nog heel erg kwaad. Waar ging dat precies over? Afsluiten niet meer over hebben. Het gaat regenen, we houden ermee op. Ja, heb je heel goed, dankjewel. 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 Het is goed weer. En langs de lijn. Ook dat. Ja. Dan gaat het toch even individueel mis en dan lijkt het dat er gewoon het vertrouwen wegzakt in de ploeg. Hoe ga je daarmee om? 20 minuten goed gespeeld tegen Nou, de eerste 20 minuten speelden jullie eigenlijk goed aan van voetbal. Ik vond eigenlijk wel het eerste uur, moet ik eerlijk zeggen. Ja. Dat zijn wel redelijke dooddoeners wat mij betreft. Ja. Ik denk niet dat wij... Tenminste, ik heb niet de hele week naar de stand gekeken. Heeft Jordi die uitgezet? Ja. Ja. Nu dan? Ja. Dat is een flauw grap. Hey Bruintje, heb jij die microfoon uitgezet? Hey Rogier Meijer, we gaan op bezoek naar Volendam bij Jan Smet. Wat is jouw favoriete nummer van Jan Smet? Pfff, mijn favoriete nummer van Jan Smet. Als de nacht verdwijnt en de zon. Ik zou het niet weten, moet ik eerlijk zeggen. Hij staat niet echt in mijn playlist, Jan. Nee, dat is niet jouw muziek. Nee, maar volgens mij zingt hij ook niet zoveel meer. Mag even. Voordat hij weer houden. Of ja. Weg, ja, sorry. Dan nog even over NEC, afgelopen week weer veel in het nieuws geweest. Is het wennen voor je dat NEC bijna elke week wel in alle praatprogramma's voorbij komt? Nee, ja, je kent me nou wel een paar jaar volgens mij. Ik maak me niet zo druk daarover. En je weet hoeveel ik van je hou. Ja, ik ben zelf ook niet zo goed bij stem, dus laten we het vooral bij voetbal houden. En, ja. Op social media is veel aan de hand, hè, vooral over de nieuwe spits. Daar wacht iedereen al, maanden op de nieuwe spits. Wat vind jij er dan van? Word je niet een beetje moe van het wachten of gedeeld is gewoon een zaak? Nee, je wordt niet moe van het wachten. En de tweede wat je zegt klopt, geduld is gewoon een zaak. Goed, Rogier, kort nachtje geweest hè, na AZ. Ja, zichtbaar, maar nee, klopt. We waren laat terug. Ja, en over Kramer gesproken, die is er niet bij. Dus ja. Die haakt af vanmorgen. Die kans is groter dan dat hij aanhaakt, ja. Ja. Kijk. Zeg, naar huis rijden vanuit de Goffert met winst, dat voelt wel lekker, hè? Ja, nee, maar voor de mensen die er waren... En ik vond dat er nog vrij veel waren gezien het tijdstip en misschien de prijs-kwaliteit verhouding was het wel blij. Toen dat gebeurde, wat doe je dan als trainer? Bel je hem dan op bijvoorbeeld? Wat bedoel je precies? Nou ja, toen bijvoorbeeld Rafael van der Vaart die opmerking meldt en je ziet dat, je krijgt dat mee. Is dan iets waar je denkt van ik stuur hem een appje of ik bel hem eventjes? Nou, ik heb hem gewoon de volgende ochtend, ik weet niet precies wanneer dat nieuws, of dat nieuws is geen eens nieuws, dat die onzin bekend werd. Dus ik heb hem de volgende ochtend hier gesproken en nou, dan heb je het even met elkaar over. Ja, de thuisoverwinning, dat mag wel weer een keer. Ja, zeker. Volgens mij hebben we dit seizoen 1 verloren, 1 gelijk. Dus ja, het zou fijn als een overwinning komt. Ja, ik was het ook niet met je eens daarover. Ik vind ook dat je geïrriteerd moet zijn. En, 3 keer was dus scheeprecht. Ja, nee, jouw voorspelling die kwam er volledig uit. Dus ik ben blij mee en benieuwd wat je vandaag hebt bedacht. Vooral kijken van dat we zelf goed spelen. Dat is het allerbelangrijkste. Tot punten, al had je misschien liever nog eentje gewonnen natuurlijk. Ja. Ja, het is ook de kleuren, die zit altijd hier dwars in Nijmegen, ja, van die beesten. Ook hier gisteren PSV Arsenal nog gezien? Ja, een gedeelte. Ik moest eerst de kinderen naar bed brengen en toen heb ik het grootste gedeelte gezien. Ja. Oh. Wat vind je daarvan, om die commotie, om de wissels? Oh, ik heb er niks van meegekregen, moet ik zeggen. Nee. Nou, dat was wel veel te doen voor de wissel van Propen en Duurland. Okay. Maar je hebt er niks van meegekregen? Nee, ja, ik hoor het voor het eerst. Nou, dan heb ik ook niks over te vragen. Ja. Nou, laten we dat vooral zo houden. Ja. Ik zeg niet fijne vakantie, ik zeg gewoon tot volgende week. Ja, tot volgende week. Dankjewel. Dankjewel.
En dit was hem dan, de laatste NEC-update van dit jaar. Natuurlijk zijn we er volgend jaar weer en dat is al heel snel, want 8 januari speelt NEC hier thuis tegen Ajax. Dus dan is er ook weer een nieuwe NEC-update. Tot die tijd, hele fijne feestdagen namens iedereen van RN7 en zeker namens het team van NEC. En tot volgend jaar. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Coffee at Work en Intens Detachering en Dienstverlening. RN7 support NEC maatschappelijk.